Irakees bevrijdingsfeest op het Dikhuisplein in Middelharnis. Mensen, het krioelt al van de mensen. Het is zojuist ook geopend en we zullen ook een gesprek hebben met wethouder Jaap Willem Eikenduin die de opening heeft verricht. Meneer Eikenduin, hartelijk welkom. Fijn dat u even gelegenheid vond om voor de microfoon iets te zeggen. Wat vindt u van deze dag tot nu toe? Wat hebben we een geluk met het weer. Weeklang slecht en opeens is het stralend weer. 100 plus 200, 300 mensen. Ik heb er een heleboel gezien. Ik vind het een heel erg leuk feest, maar ook een heel belangrijk feest. Laten we dat vooral niet vergeten. Ik denk dat we nooit genoeg aandacht kunnen besteden aan het herdenken van de waarde van vrijheid. Ik zette vanochtend de radio aan en ik hoorde weer berichten uit Oekraïne. Je leest de krant en je berichten ergens anders in het land. Er zijn overal in de wereld mensen die op zoek zijn naar vrijheid. Wij moeten ons daar bewust van blijven dat wij in vrijheid leven. En dat wij moeten strijden, eigenlijk soms moeten vechten zelfs voor die vrijheid. En daarom is dat belangrijk. Dan is het ook bijzonder jammer, denk ik, dat er op het ogenblik in Nederland zoveel geweldsincidenten en delicten plaatsvinden, toch? Ja, in Nederland lijkt het wel alsof we elkaar steeds minder weten te vinden. En ik zou dan ook echt een oproep willen doen, ga gewoon eens in gesprek met elkaar. Maar ga vooral luisteren naar elkaar. Dus ga nou niet in debat, maar ga in dialoog, zoals ze dan zo mooi noemen. Dat is iets wat mij langzamerhand, wat ik steeds belangrijker wil zeggen eigenlijk en daar een oproep toe doen. Maar jongens, ga nou eens naar elkaar luisteren. Ik wens u allen een hele mooie, prachtige dag toe op dit Vlakkees bevrijdingsfeest. We hebben nu een gesprek met een van de organisatoren van dit prachtige feest, de heer Bertrand van den Bogert, bij velen wel bekend. Hij is belangrijk voor het Streekmuseum, maar daarnaast ook een van de organisatoren van dit grote feest. Welkom Bertrand, fijn dat je even tijd hebt voor ons. En wat is jouw functie en hoe ziet de organisatie er ongeveer uit? Nou, ik ben een van de organisatoren voor vandaag en Hart van Goeree Ooflijke is uiteindelijk degene die hier de hardste aan de kar trekt. En Scouting Goeree Ooflijke, legervoertuigen, we hebben eigenlijk met z'n allen aan tafel gezeten om dit mooie evenement te organiseren. Hoeveel tijd heeft dat van jullie gevraagd, die organisatie? Ja, dat is een goede vraag, want wij zijn eigenlijk al jaren terug begonnen. Want dit is eigenlijk het evenement voor 75 jaar vrijheid. Maar ja, toen kwam natuurlijk de pandemie met corona. Moesten de plannen in de ijskast. Dus uiteindelijk hebben we hier, hier gaan we gewoon echt weken in zitten.
ik zou het niet durven zeggen. Joh, dat doe je in de avonduren. En dat is het vaak, hè, als je met zulke soort dingen, je krijgt er energie van. En dan hou je niet goed bij hoeveel uur dat het eigenlijk is geweest. Beste kijkers, wij bevinden ons momenteel in de lunchroom van bakkerij Van Helden in Middelharnis. Op zich is het natuurlijk wel triest, vind ik zelf, want tegenover me zit de heer Peter Van Helden. En hij is voorzitter van Hart van Goeree-Overflakke. En u heeft van Bertrand van den Boger kunnen horen dat hij in feite de kartrekker is. Wat vindt u daar nu van, heer Van Helden, dat u hier zit en niet bij het feest aanwezig kunt zijn? Dat is inderdaad heel erg jammer dat ik momenteel niet aanwezig kan zijn. Ik hoop vandaag nog wel een keertje voorbij te komen. Dan misschien naar de vliegtuigen kan kijken. En ik heb vanavond ook nog een taak weer te vervullen. Dus dan, ik ben er sowieso wel tijdelijk bij, maar helaas niet de hele dag. Dat is op zich jammer, maar Bertrand zei het al, u bent eigenlijk de kartrekker. Daar gaat wel veel tijd in zitten, naast die drukke baan die u al heeft als banketbakker. Er zit heel veel tijd in. Kan ik je wel vertellen, daar schrik ik elke keer weer van. Maar ja, goed, als Hart van de Goeree Overflakke organiseren we heel veel dingen. En dan heb je het wel als voordeel dat je, ja, wat zou ik zeggen, een stukje meer ervaring op hebt. We hebben 8 jaar geleden hebben we ditzelfde feest ook al georganiseerd. Maar wij organiseren ook met andere partijen de Hollebolledag bijvoorbeeld. En de Kinderwaterspeeldag en de Koningsdag. Dus we hebben een heleboel dingen. En daarom krijg je wel een soort van routine erin. Dat is wel het voordeel. Maar ik mag aannemen dat jullie toch ook wel werken met draaiboeken. We maken elke keer weer een nieuw draaiboek, want het is nooit hetzelfde. En dit is vooral natuurlijk 8 jaar geleden en dit is weer een heel andere opzet dan 8 jaar geleden. Want nu hebben we bijvoorbeeld een hele grote parade gehad om het mee te starten. Dat hebben we 8 jaar geleden niet gehad. Dus dan heb je toch weer wat nieuws en weer wat anders. De nostalgische kermis is niet eerder geweest. En ook dat we zoveel lege vuurtuigen hebben dat het hele parkeerterrein vol staat, dat hebben we ook nog niet gehad. Dus dat is ook wel erg leuk. Ja, hartstikke leuk. En wij kunnen zeggen als Eilanden TV dat het er net op het Dikusplein prachtig weer was, mensenmassa's, honderden mensen, zei Jaap-Willem Eikenduin, de wethouder. Dus die was ook heel verguld. En dan zeg ik, nou, dan kan die dag eigenlijk niet meer stuk, denk ik. Ook voor u niet. Nou, als dat aan het eind nog zo positief is, dan kan het zeker niet stuk. Nou, het is ook natuurlijk juist net als die vliegtuigen die vanmiddag langskomen. Als het natuurlijk opeens te hard waait of wat dan ook, dat zou natuurlijk erg jammer zijn. Maar de weersvoorspellingen zijn erg goed. En dat maakt natuurlijk als je zoiets opzet, dat het een groot feest nog hebben buiten vanavond, dan is het erg fijn als we lekker weer hebben. 5, 4, 3, 2, 1.